Hallo, Supreme, Supreme, Supreme Gamers, en dan even meer monteur. Ik realiseer me opeens toen ik op record doe. Ik zag mezelf in de facecam op het tweede scherm dat ik geen pet op heb. Dan doe ik gewoon een zak met flippo's op mijn hoofd. Oké, toch niet. We gaan gewoon verder. Met meer monteur. Ja. Nu gaan we. Meer monteur zegt zelf ook. Ja, ja, dat klopt, Rick. Ik kan dit bevestigen. Thuis kut. Thuis fappen. Thuis wat dan ook. Waar gaan we heen? Naar Brompot. Oftewel, niet hierheen. Gewoon weer naar huis vanaf hier. Quick travel. We kunnen ook eens naar de chick en haar Delta-vlieger laten bouwen. Ah joh, prioriteiten, storyline of chicks met Delta-vliegers. Dan, nou, dat is de keuze snel gemaakt. Waar is die hoe ook alweer? Oh, gewoon. Gewoon naar linksboven van de stad. Oh, oh, wacht, Staf Stroot had ook een probleem. Die had iets met zijn olie. Even kijken of ik een jerrycan kan hosselen thuis. Anders wil ik dat best voor die goede oude Staf doen. Moet ik er een eentje hebben? Ik zie de kans dat ik een jerrycan heb thuis niet echt heel groot. Waarschijnlijk moet ik er een eentje hosselen bij Dora Diesel. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Deze kast is waarschijnlijk helemaal vol, ja. Een echte oude, met groen versleten penis. Wat? Een van deze dingen moet helemaal vol zijn. What the fuck? Ik heb wel de ene lamp bij zonsondergang, dat is een mooie. Dat is een klassiekertje, dames en heren. Bang, bang, authentiek bord van een shirt. Miel is gek geworden. Nou, geen jerrycan hier, mensen, dames en heren, koeken en peren. Oftewel, dat is niet zo mooi. Ik denk dat we even langs Dora Dieseltje moeten gaan dan. Maar ik zal het eventjes niet zeker weten. Ik ging bij Staf langs voor het geval alles in de fik staat en overal olie op de grond ligt. Maar ik was een oliewoestijn. Dat is heel wat anders. Alsnog. Even proberen. Staf, wie niet probeert, is waarschijnlijk gewoon goed aan het nadenken. En denkt, oh, dat gaat niet worden. Staf. Hallo, Miel. Ja, Miel. Heb je nu de juiste spullen bij? Wel, nu net niet. Gaat hij niet even een tip geven van, oh, misschien moet je daar even... Nee hoor, Staf Schroot, boeit het geen flikker dat je niet hebt. Ja, dat was het wel, denk ik. Ik ga maar eens verder. Was leuk, Staf. Echt gezellig, man. Oh nee, sorry. Ik ga de verkeerde kant op. We gaan gauw naar boven en dan gaan we gauw naar Refiona Valk. En dan gaan we kinderen baren met valken. Of zoiets. Dit is in die richting, weet je. Ik vond er ook maar een beetje een raar wijfie. Zacht als suikerspin. Zacht als spinsuiker. Wat? Excuseer? Excusez moi, s'il vous plaît? Maar de vraag is dus, hoe gaan we aan die sherrycan komen? Alles ken sherrycan. Dus hoe handig als we Staf Schroot kunnen helpen, anders kan hij niet met zijn auto naar mijn huis om onderdelen te geven. En ja, dat is de enige reden waarom we vrienden zijn, voor de vrije onderdelen. Fiona Valk, de vogelliefhebster. De vogelnerd. Dat is ze inderdaad, Miel. Hallo. Heb je iets gevonden waarmee je een deltavlieger kan bouwen? Nee. Ik heb een foto. Ik heb dennenlijm. Ik heb... Dit, kun je daar wat mee? Wat zeg je daarvan? Nou, dat is kut, Miel. Vleugels uitslaan. Dank je wel, lieve Miel. Trouwens, ik heb iets voor je. Wat is het? Jij die je in alles interesseert. Dit heb ik in een ravennest gevonden. Yes, tweede blok. Hoog in een dennenboom. Tweede blok. Het is iets raars. Maakt dit nou juist niet te goed? Nu ja, denk jij er maar eens over. Ik ga er mijn hoofd niet overbreken. Doe het niet. Nu ga ik mijn Delta-vlieger in orde maken. Doei! Bedankt. Later, sukkel. Dat is zeker iets merkwaardigs. Maar ik denk dat ik al eens iets gelijkaardigs heb gezien. Dat past daar misschien mee samen. Denk het niet, Miel. We gaan nog even een Delta-vlieger voor de maan. Oh, kijk, daar gaat ze! Whee! En dood is ze. Miel! Joehoe! Miel, ik ga dood! Dit is het echte leven. Vlieg zo de huis in. Ja, je vogel niet, want die heb je opgesloten in een kooi. Ja, daar ging ze. Ho, ho. Oké, dit is een raar iets. Hoort dit zo te passen? Dit ziet er wel passend uit. Ja, waarom ik mijn hoofd draai? Geen idee eigenlijk. Blijft het ook zo zitten? Ja, dat is wel cool. Oké, wat nu? Dag, sukkel. Sukkel! Nou, we kunnen dus naar Dora Diesel om die Jerry... Ah, oh, een brief. Cool. Machu Picchu. Oh, dat is bij Machu Picchu. Dat ken ik wel. Dat is een van die dingen die ken ik wel. Ja, ja. Kenden duizenden jaren geleden het hoogtepunt van hun beschaving. Machu Picchu is een mysterieuze ruïnestad waar we niet veel over weten. Behalve dat het op 3000 meter hoogte in het huidige Peru ligt. Okay. In het huidige Peru ligt. Mieremans. Hij slaat nu gewoon af met Mieremans. Lekker casual. Die Mieremans toch weer. En toen zeg ik, misschien is mijn jerrycan dus wel hier ergens. Alleen ja, kan ik hem dus niet vinden, want ik een lelijk huis heb. Je weet het nooit bij mij, weet je. Dat is een beetje het probleem.
Dit ziet er niet echt uit als een plek waar ik een jerrycan bewaard heb. Maar je weet het dus nooit bij mij, zoals ik net al zei. Ik denk dat we nog ergens moeten verdienen in dat geval. Nou, wat kunnen we nog doen? Er is nog één... Hey, pakket! Cool. Wat is dit? Is het een mierennest? Luister naar het leven in die korf. Bijen die zoemend samenwerken. Dat is pas harmonie. Een bijenkorf. Een fucking bijenkorf. Ja, iets zeg maar dat ik het nodig heb uiteindelijk voor die mieren, maar niet nu. Niet nu. De boot? Ja, we moeten naar Tuurdapper. Nee, niet Tuurdapper. We moeten naar die ene vent. Die ene vent die boos is. De Brompot. Meneer Brompot. Ja, die vent. En dan moeten we hem de foto laten zien van onze penis. En dan krijgen we van hem een jerrycan. Enige logische verklaring. Wacht. Wacht eens eventjes, dat we nou toch hier zijn. Oost-west. Dan even de bijennest meenemen. Bedenk me opeens dat die andere dude is bijenfan. Weet je, dan flikker ik, geef ik hem gewoon een bijennest. Hou ik weer blij. Ik kan vast geen kwaad om een bijennest mee te nemen in ieder geval. Voor de mensen die aan het feest van me waren. Rick, nee, doe het niet. Je gaat te ver. Nou, vooruit dan maar. Ik zou misschien eens langs die Bernard Brompot moeten gaan. Daar was ik toen mee bezig, vriend. Daar was ik toen mee bezig, bro. Miel. Bro. Miel. Pro. Miel. Alcoholgehalte, een beetje in promiel, toch? Nee, ik weet niet. Promiel is ergens een eenheid van. En je hoort het vaak op tv. Voor mij is het promiel. Promiel alcohol, zeg maar. Ik weet niet of het per se alcohol is. Je had een hele erg gay faggot. Genaamd Gay Lou Zak. Hij heet serieus gay. En dan Lou en dan Zak. En die had iets met zijn eigen temperatuurschaal. En was gebaseerd op alcohol. En dat heette de 1 graden Gay Lou Zak. En 2 graden Gay Lou Zak. Etcetera. Maar ja, nu weten jullie dus dat er ooit een gay was. Een homo. Genaamd Gay Lou Zak. En die had zijn eigen temperatuurschaal. Nou, dan maak ik ook mijn eigen temperatuurschaal. Als je mobiel kan smelten, dan is dat 1 Rick Serpent gameplay. Doei. Ja, ja, wat ga je eraan doen dan? Ik ga nu waarschijnlijk de verkeerde kant op trouwens. Oh, cool, gaat redelijk goed. Is gay goed? Pas op, Miel. Crash de boot niet, s'il vous plaît. Ja, Miel, even voorzichtig, vriend. Hey, vriend. Doe eens rustig aan met die boot. Dank je. Oké, dan. Dank je over de leg. Daar is Tuur Dapper. En hier ergens is Wies Waters. We willen even eens gauw langs bij onze bitch Wies Waters, als we er toch zijn. De man van het benzinestation. Nou, hier is Wiesje Waters. Voor mij ben ik ergens verkeerd gegaan. Ik weet het haast wel zeker. Is er hier langs in ieder geval? Hier beneden woont Wies Waters, de zeebioloog. Ja, toch. Is toch cool? Is het thuis? Is het thuis? Hallo. Zo leeg als een leeg geblazen Kak. Ei. Kak. Thuis. Waar? Dit is je huis. Het heet niet eens. Het heet er niet voor niets huis. Het heet er niet voor niets thuis zijn. Dan ben je in je huis. En zo. Nou, gaan we weer weg. Oh, sorry. Naar het leven in die korf. Ja, ik wil weg, Emiel. Ik wil dit niet meer. Ja, precies. Ik ben helemaal verkeerd gegaan. Terug of... Ja, we kunnen beter... Ik denk dat het sneller is om helemaal terug te gaan. Nou, helemaal terug. Tenminste, om terug te gaan in plaats van helemaal terug te gaan. En dan bedoel ik met helemaal terug om eerst naar huis te gaan. Vraag is dan of we het gaan redden met benzine, maar dat zien we dan wel weer. De man van het benzinestation. Oh, ik leg nu aan, cool. Want bij Tuurdapper kan ik waarschijnlijk wel tanken, denk ik. En misschien natuurlijk zelfs die jerrycan voor ons. Heel misschien. Dag, Miel. Hé, hey, jij daar. Ja, zeg Tuur. Jij bent nog niet van gisteren. Je hebt het hier nog niet zo slecht op dit pompstation, hè? True. Ja, benzine heb ik al lang niet meer. Maar daar trek ik me niets van aan. Het wordt rustiger, naar ik begrijp. Juist, ja. Nee, we gaan maar eens verder. Jij zegt het, Tuur. Rare gozer dat je er bent. Oh, sorry voor de bijenkorf. Sorry dat ik bijna een heleboel boze bijen over je benzinepomp heen gooide. Dat was per ongeluk. Ga lekker naar Bernard Brompot. En dan, of Berend Brompot, of Baantje Brompot, of Bastiaan Brompot. Of Blote Billen Brompot. Maakt mij niet uit, weet je. Ik zou hem gewoon doen om zijn persoonlijkheid. Wat? Wacht. Kijk de webcam weer een beetje fixen. Ik erger me eraan dat ik niet perfect in het midden zit. Alleen ik kan niet bootje varen en webcam fixen tegelijk. Hier woont de operazanger Bob. Ja, beter. Denk ik. Ik weet niet. Waarschijnlijk heb ik het niet eens aangeraakt. Dikke placebo hier. Goeiedag, Miel. Kijk wat ik nu heb gekregen van die mierenmans. Hij is nu in Peru. Een bijenkorf. Oh, dan heb ik waarschijnlijk een lege korf voor de mieren. Nu blij zijn. En de honing lekker. Wat wil je hem hebben? Alsjeblieft. Dit is wel ongeveer mooi. Wat je nodig hebt. Dank
Een bijenkorf is nooit beter dan de bijen zelf. Maar je hebt er wel één nodig als je wilt dat de bijen het goed hebben. Dat is waar. Perfect voor jou, Miel. Dank u. Tot de volgende keer. Wat is jou? Ja, perfect voor jou, Miel. Wat is het? Wat moet ik dit voorstellen? Mooie Fries. Wat? Mooie Fries. Een mooie Fries? Mooie Fries. Nee, dit hoort ergens. Mooie Fries. Nou, bedankt. Ik heb echt geen idee wat ik moet voorstellen, namelijk. So long, gay boy. Deze fan waarschijnlijk ook echt gay, dus dat maakt het wel een stuk grappiger nog. Nou, we moeten dan even deze kant op zonder te crashen en dan zijn we bij Tuur. Nee, niet Tuur Dapper. Niet Tuur Dapper. Verdomme Rick, je kan helemaal niks, hè. True, ik kan helemaal niks. Ik geef het eerlijk toe, jongens en meisjes. Recht voor de camera. Bam, bits, boom. Ik kan niks. Woont hij hier? Nee, toch? Ja, lag. Hi, ik word hier met grof geschut beschoten. Oh, de Tuur. Hey, die Tuur, nou ja, dingetje. Je zomaar over mijn eigendom kan passeren. Statiegeld, tol, heffing. Brompot noem ik hem voortaan gewoon. Om hier voorbij te mogen. Ja, laat ik eens kijken wat ik bij heb. En dan moet ik die foto aan hem laten zien. Oké, dan. Hey bitch, hier is een foto. Ja, ik heb een foto met Wilma Wetenschap en meneer erop. Oh, daar mag je ook cool. Merkwaardig. Maar ik weet wel waar je op uit bent, Miel. Je wilt het geheim rond Wilma ontdekken. Het mysterie ontrafelen. Maar je begrijpt. Ja, het is nu zo lang geleden en ik beloofde Wilma om haar geheim niet te verklappen. Maar nu kan ik het wel doen. Jee! Ik ben tenslotte familie van haar. Wel, Miel, als je aan de lagune komt, zoek dan naar een rotsachtig strand. Als je dicht langs de klippen vaart, dan vind je wel wat je zoekt. Laguna? Voorzichtig. De rotsen zijn gevaarlijk. Maar wat is dat geheim waarover je praat? Vertel meer. Laat het voorlopig maar zitten. Op tijd en stond krijg je wel de antwoorden die je zoekt. Ga nu maar. Ja, zo zeg je. Ja, dan ga ik maar best weer eens verder. Waar de fuck is de laguna? Ik heb geen idee waar ik nou heen moet. Achter de rotsen bij het strand. What the fuck? Waar moet ik heen? Mijn gok is dat ik nu naar de punt ga waar Miel is, zei hier kunnen we niet heen. Hier zit Peggy Piss. Ik gok, ja, waar is dit? Is het hier? Is het hier? Waar moet ik heen? Waar is de laguna? Hier woont Bakker. Hier is het arendsnest van hier woont Tuur. Hier woont mijn vriend. Ik heb echt geen idee waar ik nou heen moet. Mijn vriend Staf Schrok. Hier woont. Ik heb echt geen idee. Hier woont Ludolie. Hier wonen mensen, ja. Ja, achter de rotsen. Ik zou zeggen hier. En dan een jaar vrij om zichzelf te zoeken. Dan gaan we er lekker heen. Nu ben je toch in de buurt, weet je. Oh, sorry, ik ga de verkeerde kant op. Sorry. Daar raakten we iets. Helemaal niet, Miel. Niet lullen, Miel. Daar raakt iemand mijn piemel aan. En dat kon Miel wel voelen. Wauw, wat een niveau. Ja, we moeten dus naar achter de rotsen bij de laguna. Als iemand in de comments enig idee heeft, plaats het een s'il vous plaît. Want ik heb namelijk zelf geen enkel idee. Als je ook enig idee hebt wat het item die ik net kreeg doet, hou je zeker niet in. Nee, ik wil niet aanmeren. Kut, ik moet wel haast. Anders kan ik het niet langs. Goeiedag, Miel. Hallo. Neem maar een slok of twee. Graag. Drank. Iets zachters en zuiverders heb je nog nooit door je keel voelen vloeien. Dat is waar. Bedankt. Zalig. Bedank je bijen van me. Lekker. Ik zit hier maar met mijn verdomme water in een spaarflesje waar ik een skeer rond ben. So long. Gay boy. Blijf leuk. Ik zal nooit meer stoppen, oké? Okay? Nou, we gaan eens proberen de laguna te vinden. Achter de stoere rotsen. En shit. Ja, dat is ruig. In ieder geval, ja, ik hoop dat het daar is. En anders heb ik echt geen idee waar ik heen moet. En dan heb ik echt iemand in de comments nodig die dit heeft gespeeld tussen jeugd. Want sommige mensen weten heel veel over dit spel. In ieder geval, dat is fijn om te weten. Dus ja, hopelijk weten ze ook een uitkomst van dit probleem. Hopelijk is het hier gewoon. Ja, oké, het is hier. Denk ik. Ik wist niet dat we hierheen konden in ieder geval. Verder dan dit kunnen we maar beter. Is die niet? Oké, dan heb ik geen idee. Dit is de grote open zee en die is te groot voor ons. Misschien een andere keer. Misschien met een andere boot. Hier is het in ieder geval niet. Dus ik bedank voor het kijken van deze aflevering. Sorry.
Moet je er wel tegen kunnen. Even gaan langs Sven Skipper, gewoon voor de full YOLO. Hier zijn we bij Sven Skipper. Die zegt nooit een woord te veel. Echt wel. Echt wel dat hij een woord te veel zegt. Piemel. Jingeling voor jou, Sven Skipper. Je komt toch niet gewoon rondlopen op mijn eiland? Ik heb dat liever niet, Miel. Tja, ik kan maar beter eens verder gaan. Bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Tot de volgende aflevering van Miel Monteur. Bouwt huizen. Please iemand zeggen waar ik heen moet. Bedankt kijken voor deze aflevering. Doei!